Marco Kastelein, trotse voorzitter van de CVV, de Jodenboys. We staan hier bij een mooie bekers. Is er nog een plaatsje vrij voor de KVB-beker? Daar maken we altijd plaats voor, Gerrit. Daar maken we plaats voor. Je bent voorzitter geworden en het gaat gelijk crescendo. Is er een oorzakelijk verband of niet? Ja, dat moet je anderen vragen. Maar het is natuurlijk een fantastisch jaar. Zo'n belevenis als tegen Go Ahead Eagles, ja, dat is once in a lifetime. En we hopen dat het weer gebeurt. Nu tegen Vitesse. Vitesse, ja, iets andere koek, denk ik. Ja. Als voorzitter word je dan door het hele land een beetje bewonderend aangesproken, of niet? Nou ja, als je de landelijke media haalt, dan krijg je ook van mensen uit het land wel aandacht. En ook van andere sportverenigingen. Van wat leuk voor Jodenboys. Wat leuk dat het gebeurt. En dat betekent allemaal positieve aandacht voor de vereniging, maar ook voor de stad Gouda. En dat moet u als oud-wethouder voor sportzaken natuurlijk helemaal aanspreken. Zeker. Ik denk dat het belangrijk is dat er een goed sportklimaat in Gouda is. En dat er positief gedacht wordt over de sport. Want sport kan ontzettend veel betekenen in de samenleving. Dat is een hele belangrijke factor. En wat is er mooier dat heel veel mensen actief zijn in de sport. Of als vrijwilliger hun tijd eraan geven. Dat het mensen verbindt. En dat je ook nog hele leuke dingen meemaakt. Kortom, Jodenboys leeft als nooit tevoren. Ja, want de vorige keer zijn we met veel mensen naar Deventer geweest. Maar nu, waarna we naar Arnhem gaan, zijn er al 2.500 mensen uit Gouda die Jodenboys steunen. En er zijn nog steeds kaartjes beschikbaar. Het wordt vast een prachtig feest, of je wint of verliest. Zeker, daar gaat het ook om in de sport. Winnen of verliezen, hoort er allebei bij. Maar het gaat vooral dat je met elkaar dat doet. En we gaan voor een fantastische avond. Dennis van de IJssel, hoe vaak denk je nog terug aan 25 oktober? Ja, heel vaak. Ik moet zeggen, de rest van mijn leven ook heel vaak. Nee, gewoon een hele mooie dag. En ik moet zeggen, vanmiddag heb ik even gesproken met een krant die ook even terugblikte. Ik merk iedere keer wanneer ik een aantal momenten terughaal dat je kippenvel over je hele lijf krijgt. Dat is een goed teken, denk ik. Ja. Sta je leven nou een beetje op zijn kop of niet je voetballeven? Nee. Je trainersleven? Nee, dat kan ik niet zeggen. Dat kan ik niet zeggen. Ik moet zeggen dat als je ouder wordt, ik ben nu 45, dat je kan ook echt genieten van het moment. En daarvoor maakte ik wel eens de fout dat je bij een mooi resultaat, ik heb niet alleen een mooi resultaat, maar bij een mooi resultaat dat je dan te snel weer doorgaat naar het volgende. En nu had ik mezelf ook wel gewoon echt genieten. Dat begon al bij Hardenberg, hè, dat je een hele dag eigenlijk een beetje leeft als een prof. Met een heerlijke voorbereiding en een mooi resultaat. Ja, Go Ahead was natuurlijk iets, daar mag je wel aan denken, maar eigenlijk niet eens, eigenlijk over niet. Nee. Jullie hebben ook een paar zepers erbij tegen Sportlust en tegen Terlede ging het ook even verkeerd. Ja, is dat kenmerkend voor Jodenboys ook? Nou, kijk, ik denk dat we, waar ik heel blij mee was na Go Ahead, dat we de wedstrijden, de twee wedstrijden na Go Ahead, dat we die wonnen allebei voor de competitie. Hè? Onder andere DFS, Zwaluwe zat daarbij, nou, dat is prima. Terlede was jammer, een topploeg in de afdeling waarin we net tekort kwamen om die derde plaats daar te pakken. Ja, een Sportlust, dat mag gewoon niet gebeuren. Erg goed eerste helft, waarin het eigenlijk geen wedstrijd was. 0-2 sta je voor en we laten kansen liggen op 0-3. Ja, tweede helft, dan zie je ook weer hoe onvoorspelbaar voetbal is. Zij maken in de 46e minuut 1-2. Ja, het vervolg heb je gezien en dat mag ons niet overkomen, het gebeurt wel. Ja. Laatste vraag, Vitesse. Ja. Wat moeten we daarvan verwachten? Gewoon een lekkere avond van maken weer? Nou, wat ons betreft dezelfde insteek. Het is heel mooi dat je tussen Go Ahead en Vitesse, dat je gewoon een week of acht de tijd hebt, zeg maar, om heel te genieten van het hele voortraject. Vitesse is een ander niveau dan Go Ahead, hè, bij de Eredivisie, maar Vitesse schat ik een stuk hoger in. We gaan ze zaterdag voor het eerst bekijken, een beetje sfeerproef in het stadion. Volgende week doen we het nog een keer. We nemen het uiteraard heel serieus. Ja, en ik denk dat we ook voor Vitesse een goed strijdplan hebben, maar we moeten heel reëel zijn. De kans is heel klein tegen Go Ahead. En die kans in percentages? Ja, dat is heel moeilijk in te schatten. Maar ik zei tegen Go Ahead dat we 5% hebben. Ik denk tegen Vitesse dat het een stuk minder zal zijn, maar dat geeft ook niet. We staan op de kaart met de club. Gouden staat op de kaart. En wat dat betreft gaan we ook daar niet op schoolreis. We gaan er alles aan doen om een maximale prestatie te leveren. Maar de kans dat je daar stunt is natuurlijk percentueel gezien gewoon ontzettend klein. Maar we staan bij de laatste 16, gewoon prima. Mitchell, droom je al van 14 december?
Ik heb er nog niet over gedroomd, moet ik zeggen. Maar ik denk wel heel veel bij na. Maar ik denk dat de laatste week, voordat de wedstrijd daadwerkelijk gaat beginnen, dat ik misschien wel een paar keer over ga dromen, ja. Want het is wel een buitengewoon seizoen. Nu loop je al wat jaartjes mee, maar heb je wel eens zo'n raar seizoen gehad? Zo'n opwindend seizoen? Nee. Ja, kijk, die wedstrijd van tegen Vitesse en de wedstrijd die we gehad hebben tegen Go Ahead Eagles en HC Hardenberg al, dat hebben we al nooit meegemaakt natuurlijk. En ja, buiten dat bekeravontuur, wat al geweldig is voor de hele club, hebben we sowieso een seizoen met van uiterste spectaculaire wedstrijden, mooie wedstrijden, ook wat minder mooie wedstrijden erbij, waar we het laatste moment weggeven. Vorige week die bekerwedstrijd tegen Sportlust bijvoorbeeld. Maar overal is het natuurlijk een geweldig seizoen tot nu toe. Dat hadden we niet van durven dromen wat dat betreft, nee. De kaartjes vliegen als warme broodjes over de toonbank. Duizenden supporters gaan ermee. Het moet niet gekker worden. Nee, tegen Go Ahead hadden we wel zoiets van... we hadden niet verwacht dat er zoveel animo supporters zou zijn. Natuurlijk is het een prachtige wedstrijd voor Joden Boys. En dat je dan naar Go Ahead met 1000 man gaat, is al geweldig. Maar ja, nu waren ze binnen 5 uur 1500 kaartjes uitverkocht. Dat is echt ongelooflijk. Hadden we echt nooit verwacht. Bestuur van Joden Boys niet verwacht. Wij als selectie niet verwacht. De rest van de leden niet verwacht. We hebben ook heel veel buiten de boot gevist natuurlijk in eerste instantie. Dus dat was wel even spannend. Maar gelukkig hebben we nu heel veel bijgekregen. En ik hoorde gisteren alweer 700 erbij verkocht. Dus ik ben benieuwd hoe de stand van zaken nu weer is. Ja. We hebben jou even uit die veiling gerukt. Want er is een veiling nu gaande. Nou, daar vliegen de 100 dus ook over de toonbank. Even over die kaartjes terugkomen. 50 cent van die kaartjes gaat naar een heel goed doel. En daar weet jij heel veel van. Ja, klopt inderdaad. Dat is het goede doel dat ooit is opgericht door mijn vader. Stichting Kans tegen Kanker. Mijn vader is dus afgelopen mei helaas overleden. Aan de ziekte waar hij de stichting ook voor heeft opgericht. Karel belde mij een week of 2 geleden op. Karel van de Heuvel. Ja, Karel van de Heuvel. En die gaf ook aan van Mitch. We hadden als bestuursleden zeg maar, het idee van om wat voor het goede doel te doen. En dan denken we gelijk aan jullie goede doel natuurlijk. Dus 50 cent per kaartje. De kaartjes lopen nu al aardig op. Dus dat is geweldig voor Stichting Kans tegen Kanker. Ja. Jouw broer Roland maakte de winnende treffer tegen Go Ahead. Zou het niet mooi zijn, ook ter ere van je vader, dat jij de winnende tegen Vitesse maakt? Ja, daar zou ik gelijk voor tekenen. Ik denk de rest van de club ook. Nee, ja, tuurlijk. Ja, ik vond het echt geweldig voor Roald dat hij toen de winnende maakte. Ik kwam terug van de blessure, zat op de bank. Maar ik was zo blij voor hem. En het was gewoon, voor onze hele familie was het ook een heel speciaal moment. We zeiden ook allemaal tegen elkaar na de wedstrijd van dat we echt zeker wisten dat mijn vader dat van bovenaf heeft meegemaakt en gezien heeft. Maar ja, tegen Vitesse, natuurlijk gaan we ervoor. Lijkt me geweldig, maar het zal lastig zijn, hè.